In de eerste jaren dat hij in Amsterdam was, schilderde Rembrandt vrijwel uitsluitend portretten. Daarvoor moet je gezichten kunnen schilderen en kleren. Maar er was één portret bij waarbij je nog veel meer moest weten. Een groepsportret waar dus meer mensen op stonden, maar wat een hele wereld vertegenwoordigt over de menselijke anatomie. En hij moet zichzelf daar ook heel erg over verbaasd hebben toen hij moest begrijpen wat hij hier moest schilderen en wat de professor aan het uitleggen is. Het is het wonder van deze beweging die onze hand kan maken. En dat is mogelijk gemaakt door de schepper, doordat er een pees aan alle vingers die aan de top zit, als het ware door het oog van een naald, namelijk een gat in de volgende pees, die kant oploopt. En deze pees loopt dan weer verder die kant op. En als je die spier samentrekt, dan maakt de hand geleidelijk deze beweging. En dat heeft hij dus moeten begrijpen en goed kunnen weergeven, zodat wat de professor vertelt te zien is.